Ja, een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 28 oktober. Het is net iets over 7 uur. Mijn naam is Karin Stammel van der Werf. Mijn man die heet Roderick Stammel van der Werf. Zoals jullie zien loop ik dus weer zoals gewoonlijk buiten met de hondjes. Lekker vroeg. Ja. Maar wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier gewenst. Met wat jullie dus deze week gaan zien. Ja, ook ja, ruiken. Ja. Maar dat is fijn, ruiken. Hè? Ja, ruiken. Dat is heel belangrijk. En plasje doen is ook belangrijk. Goed zo, meisje. Ga je nu mee? Ja, keurig. Lekker, hè? Ja. Ting. Lekker liggie wat nog aan staat. Lekker ledverlichting. Wat zei jij? Heb je nog een kippie wel? Lekker, voor jou altijd. Wat een lekker kippie voor jou. Moslim Makari. Dat was mijn haar. Dan, en dan moet je wel mijn en mijn haar een beetje erachter houden. Hè? Nee, en ik hoef geen boerka. Gek. Maf. Kees. Nou, het is alweer 9:30. Ik ben al een tijd thuis. Roos al een hele tijd thuis. Yep. En ik heb nou eerst weer zin in een lekker kippie. Ik heb het koud. Kouwantjes. Ja. Woensdag ga ik een afspraak maken bij de tandarts. Bij een andere tandarts. Even kijken wat hij kan doen. En als hij mij wel serieus neemt, dan ga ik over. Ja, want deze tandarts die ik nou heb, die neemt mij totaal niet serieus. Dus, ja. En morgen een gesprek op school. Waar het over gaat. Joost mag het weten, maar ik weet niet. En Joost ook niet. Want Joost is er niet bij. Nee. Emma, hij mag het wel weten, maar Emma, hij weet het niet. Nee. Dus ik merk het wel allemaal. Ja. En misschien ben ik wel mijn werk daar kwijt. Ook goed. Prima. Vind ik helemaal niet erg. Nee. Ik lig er niet rauwig om. Hè, schat? Nee. Ik lig er niet wakker van. Nee, want... Want ik slaap toch wel, net zoals aankomende nacht, dan slaap ik ook wel weer. Dus dat scheelt. Dus, ach ja. Ik wacht even wel lekker op mijn kippie. Ik ga zo meteen de tv weer even aanknallen. En dan gaan we zo meteen even lekker gezellig samen tv kijken. Ja. Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Stammel van der Werf. Samen met mijn man Roderick Stammel van der Werf. Vloggen wij elke dag. Het is vandaag dinsdag 29 oktober en het is nu net iets over 9:30, volgens mij iets vijf over 9:30, hoor mij. Het is 9:55, zo. Ik ga dus nu naar school en vanmiddag heb ik een gesprek, dus we zullen het wel zien. Maar ik ga jullie op de hoogte. Ja, alweer in de avond. Hé, beauty! Ja, weer in de avond, hè, dames. Ja, kom maar. Welkom. Doe eens rustig, heel gek. Hey. Beauty. Ja, ik heb er even expres even los, want ik kan eens even dit doen. Maar je moet je niet zelf even mee hier laten slepen. Hier blijven, want anders vliegt zij je even een beetje deze kant op schat. Want ik wil wel die lijn een beetje in de gaten houden. Hier, Lof, kom eens hier. Kom.
Hier. Ja, jonge dame. Hartstikke mooi. Oh. Hey. Zo. Ja, ga je weer mee? Ja? Ja, ook jij. Kom. Hi, moppie. Hi. Moe, hè? Beetje wel. Ja, beetje wel. Ja. Kom maar. Gaan jullie mee? Mama en mama willen ook zo op bed. Ja. Kom maar. Kom. Ja. Dames, kom. Deur. Het is hier heel donker, ja. Mm-hmm. En toen was het woensdag 30 oktober 2019. Het is nu 3:15. Ja. Zo, paf, ik wil er langs. Leed, kom. Moppies, kom. Kom, lof. Nee, kom. Pietie. Even wachten. Kijk dan. Ben je mooi, Pietie, mooi? Waar zijn je mooie oortjes, schatje? Geen zin in, hè? Nee. Ja, en waar de zus plast, moet zij ook even plassen. Ja. Gaan we richting papa lopen, dames. Niet zo trekken. Dit trekt nog. Met zo'n anti-trektuig, jonge dame. Ja, nou, toen was ik alweer thuis. Na ruim een uur en bijna vijf minuten lopen. Met de hondjes, dus dat is wel even lekker. Roos ook alweer thuis. Alleen hij is nu even weer naar huis met Beauty. Hij gaat even omkleden en dan komt hij even weer alleen hier naartoe. Dan gaan we eventjes een rondje Den Haag doen. Want dat staat vol. Weer met demonstraties van de bouw. Dus dat is wel weer grappig. Nou ja, daarna is het gewoon weer de normale gang van zaken. Beauty hier naartoe. Dus... En Beauty is hier gewoon niet, omdat ze gewoon anders als alleen is, gewoon met de normale honden, gaat ze gewoon slopen. Want mijn bank is echt, deze bank is echt behoorlijk kapot. Ja, en ik heb camera's, dus daar heb ik het ook op kunnen zien dat zij dat is geweest. Maar... En bij Roderick sloopt ze niet, dus ja, dan is het dat ze maar even gewoon lekker bij Roderick is en dan... Als hier is, dan is, ben ik er ook gewoon bij. Wat is er, lady? Wat is er dan, Pipo? Lady. Ik was even te laat om met de foto te maken van jou. Nee. Tut. Nee. Je hoeft niet zo te piepen. Verjeukie? Haartjes, hè? Ja. Ik weet het. Ja, daar waren we weer. We zitten gewoon weer gezellig in de auto. Hè? Ja.
We gaan nu even kijken bij de landbouwdemonstratie en hoe druk het nog is. Hey. En daarna gaan we even richting winkelcentra. Ja. Gezellig. En ik heb oorontsteking aan deze kant. Ook fijn. En dan, ik heb de huisarts nog even gebeld. Dus hun zouden nog even kijken. En anders kan ik het morgen gewoon ophalen. Dus in mijn kluis. Ja. Dus dat is ook wel weer fijn. Want dit is niet fijn. En dan kan ik lekker een hele lang weekend uitzieken. Want van deze kuur word ik echt ziek. En dat weet Ro ook. Dus dat is niet fijn. Nee, maar dan ben ik er wel vanaf. Binnen een paar dagen. Ja, lang wel. Daar zeg ik al, dan word ik wel stront en strontziek. Alleen ik kan niet overgeven, maar ik voel me dan echt heel erg lamilendig. Maar het komt wel weer goed. En dat voel ik nu wel, maar dan en dan helemaal. Kijk, politie! Ja, kan niet eens. Je kan niet eens. Maar we komen er altijd hoor, schat. Het is dan gewoon even een beetje en binnen doorrijden. Maar kijk, dit en hun hebben nog hier oranje strepen. Deze bussen. 54. Echt, alles is hermetisch afgesloten, zeg. Hadden we beter aan die andere kant even op kunnen gaan. Maar we komen er wel. Daar politie en achter ons is een politie. Echt, alles is gewoon, de hele binnenstad is afgesloten. Maar we komen er wel. Want wij hebben meerdere wegen naar Rome en Parijs. Je mag die kant niet eens op. Is handig dit. Je mag niet eens afslaan. Nou. Zeg. Intro. Je mag erin en dan er ook weer uit. Maar dan kom je er ook niet uit. Hé, hey, dat is leuk. Kijk, en daar staat ook nog politie. Je komt er echt gewoon niet in. In die hele binnenstad niet. Politie met en met bereiding. 58, 59. Daar? Ja, daar twee. 59, daar eentje. Dat is toch handig dit? Ja, dan tellen niet los mee, hè? Dat is wel jammer. Ja, met de paarden? De paarden tellen niet mee. Natuurlijk wel, want dat is toch ook politiepaard? Ja, het zit in de paarden. Het is koud. Dan kun je gewoon weer zo. Oh nee, dat kan niet. Nu. Ja, dat kan wel. Ja, dat kan ook. En via. Ja, via voor. Dat is prima. Alles staat namelijk vol. Want zelfs de snelweg is vol, hè? Hè? Huh? En dit de efficiëntere route is dan tussendoor. Oh ja? Ze hebben gewoon alles hermetisch afgesloten zo. Ja. Laat die bus zo meteen voor. Oké, en die bus gaat al. Oké. Kijk, en dit is nog een oude flitskast. Ik vind deze woning ook helemaal niet mooi. Ik vind het echt niet mooi. Wat? Afzichtelijke woning mooi vinden. Ik vind hem niet mooi.
Sorry. Dat is toch afzichtelijk. Boah. Zo, we rijden weer even ergens langs. Kijk mensen, hoe mooie muurschildering. Wauw. Dat zijn weer de mooie dingen waar ik weer van hou. Ja. Ah, nee, daarnaast staan jongens. Leuk. Denk jij dan? Ik heb niks meer. Mazzel. Doei. Zo, daar kun je er mooi voor. Ja, en toen hadden we de politie achter ons. En dan die kant op zometeen, ja. Dat is handig. Politie achter ons, dat is leuk. Blijven ze achter ons of gaan ze rechter? Dat is handig, toch? Rechts. Kijk, een mooie deze, man. Deze wel. Een mannetje. Die gaan weer die kant op. Oké, het zal. Dan heb je hier nog één mooie auto. Ja. En jij gaat recht. Huh? Oh nee, niet. Rechtdoor. Rechtsaf. Rechts. Linksaf. Rechtsdoor. Ja, precies. Ja. Ik heb de hele wagen, dus dat is mooi. Even voor de volgende. Nou, de boodschappen zijn ook weer in huis. Ja. We zijn dus nu weer even in het winkelcentrum. Wat jullie al een beetje kunnen zien. Ja, bij de Jumbo, daar zijn we nu net geweest. En een gratis ding gehaald. En een gratis ding gehaald. Ja, welke? Laat zien. Deze. Ik ben benieuwd hoe het smaakt. Maar waarom heb je hem gratis gehad? Een bar, een merk, weet ik wat. Een cherry, kersen. En het kost 49 pence uit Engeland. Ja, dat hebben ze hier dus niet. Nee. Dus ik moest inleveren bij de kassa. Normaal doe ik het handscannertje wel, maar dit niet. Ja. En de kassier zegt van, scannen. Code invoeren, iemand erbij roepen, nog een keer de code invoeren, allemaal niet doen. Mm-hmm. Nou zegt ze, die manager, zegt, nou, geef maar gratis mee dan, één blik. Nou, prima. Mooi, top, gefeliciteerd. Yep. Het kost anders 1,09 euro. Dus, maar goed, gaan kijken wat het is. Precies wel lekker. Even een ruimte dit. Leuk, en die etalage poppen zo. Wel leuk. Grappig gedaan. Ja, mogen ze vaker doen. Oh ja, hier. En hier komt die tocht vandaan. Mm-hmm. Zo, deze winkel is ook allemaal open, joh. Zo. En S-mode, die was maandag en nog niet open dit. Wauw. Wauw. Kippetjes zijn weg. Zometeen. Maar die toog vind ik ook heel mooi. Complimenten. Ja? Juist, precies.
Zo, dit is al voor de wc mensen, ja. Mag en kan nog niet verder, maar zodra dit af is, laat ik jullie dit ook zien. Komt helemaal goed. De voortgang komt helemaal in zicht. Eind 2020 moet het helemaal afwezen. Een hele goede middag. Ja, het is alweer vandaag vrijdag 1 november. Ja, ja, het is nu net volgens mij iets van 12 over 2. Ik ben al lekker in de weer. Ja, en nee, het zonnetje schijnt niet, want het regent, wat je ook al zien. Ja. Maar ja, ja, even anders. Anders dan dat ik ben gewend, moet ik zeggen. En ja, wel leuk. Grappig dat je nu twee verschillende werelden eigenlijk kent. En van de school. Ja. Nou, ga ik beauty ophalen en dan zien jullie mij zo meteen thuis. Kom eens hier. Ja, ga zitten. Ga eens mooi zitten. Zo. Zit. Bjut, kom eens hier. Bjut, kom eens hier. Kom. Ga eens mooi zitten. Ga eens mooi zitten dan. Ja, dat is een fiets, hè. Ja. Ga eens mooi zitten. Nee. Ga kijk eens hier. Ja, mooi fiets, hè. Kijk eens hier. Kijk eens. Kom eens hier. Ja. Dat is een fiets, hè. Ja, dat weet ik. Kom. Ga kijken. Nee, nou niet. Nee. Gaan we niet doen, hè. Nee, nee. Nee, nee. Ja, ik hou heel even vast. Ja. Ik hou jou heel even vast. Ja. Goed zo, meisje. Goed zo, meisje. Kijk eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Nee, we gaan niet in dat kindje. Kom. Kijk eens hier. Bjut, kijk eens hier. Kijk eens. Ja, goed zo. Kom, kom, kom. Bjut, kom eens hier. Bjutie. Kom eens hier. Kom maar. Yes, goed zo. Keurig. Je staat zelfs bijna zo wat tegen mijn fiets aan. Hé. Hey. Ja, wachten. Even wachten, schat. Jij bent braaf. Kom eens hier. Kom eens hier. Hé, hey, hier, 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 hier. Kom, kom. Kijk eens hier. Kom hier. Kom hier. Goed zo. Ga eens mooi zitten. Laat maar zitten. Hé, hey, Tut. Nee, nou niet zoveel zin in, hè? Nee, hè? Hai. Jij bent mooi. Nee, ga eens maar zitten. Jut, ga eens maar zitten. Kijk eens. Kijk. Kijk eens. Zitten. Kijk eens hier. Had ik een paar maandjes niet hoeven dromen met jou, hè? Bij mijn fiets. Hé. Hey. Ben je mooi, kind? Mwah. Gaan we weer verder? Ja, hè? Kom. Ja, gaan we naar boven. Gaan we naar boven. Goed zo. Gaan we naar boven. Goed zo, meisje. En wees weer een stukje mee. Wachten. Kom eens hier. Ja, wijfie. Hup. Ga maar lopen. Ga maar lopen. Kom. Nee, ze gaat de andere kant op. Jij mag ook die kant op, hoor. Ja, toe. Ga maar lopen. Ga maar naar boven. Kom. Ja. Toen stond je daar. Ga eens maar zitten van mama. Ga eens maar zitten. Ga eens maar zitten. Hai, ga eens maar zitten. Ga eens maar zitten. Nee, 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 zit. Nee. Jij wil naar binnen. Ja, je wil naar binnen. Ja, je wil naar binnen. Meisjes. Zal ik maar de deur open doen dan voor jou? He, kun je hier een foto met je zus? Jij. Jij. Kom maar. Ja, kom. Ja, dat is de camera, schat. Ja, zal ik de deur open doen voor je dan? Kom dan. Kom eens hier. Nee, kom eens hier staan. Ja. Ik eerst heb het eentje. Wachten. Wachten.
Ja. Joepie, ben thuis, zeg maar. Ik heb haar eerst even opgehaald, ja. Mag dat niet dan? Ja. Ja, ik heb haar eerst even opgehaald, ja. Mama gaat zo even hier even schoonmaken. Denk ik. Of morgen. Hi, Tutje. Hi, meisje. Eigenlijk doe ik het verkeerd, Tom ook, hè. Ja. Ja, ik wil jullie nog eigenlijk gewoon heel graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nog leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter en doe het belletje aan, want dan blijf je zeker op de hoogte. En dan zou ik zeggen, dankjewel en tot morgen. Doei!